Kom. Je moeder weet dat er bezoek komt, maar niet dat wij het zijn. Goedendag, zegt u het maar. Hallo, dit is Janine Elschot. Ik heb gebeld vanmorgen. Heeft u een momentje? Zal ik de deur even openen? Hoe lang wil je me hier nog houden? Totdat je mij belooft dat je je mond houdt. Oh, dit is echt krankzinnig. Goed, je laat me er nu uit, anders bel ik de politie. Dennis, met Robert, ik ben onderweg. Bel me zodra je dit hoort. Ik dacht precies hetzelfde. Je gaat niet naar naartoe. Ik verbied het je. Je gaat niet naartoe. Oh, als ik lekker met jullie mee te ruzie, hè? Nou, nee, bedankt. Dennis. Marvin. Ja, ik wil jou bellen. Ik red het niet vanmiddag. Ik ben namelijk onderweg. Ik weet het. Het is erg vervelend. Omdat ik daar geen zin in heb. Laat me gewoon met rust. Luister, als je Valerie ziet, moet je niet naar haar luisteren. Begrijp je? Oh, ja. Natuurlijk, Valerie, alles wat je doet en zegt, het gaat altijd om haar. Ik word daar echt scheidsziek van. Ik kijk even in mijn agenda. Eén moment, Marvin. Ik kom pas naar huis wanneer alles opgelost is. Nooit dus. Weet je wat? Zak je maar lekker in de stront met Valerie erbij. Kom op, hoor je me? Charlie? Pascal! 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 You wait for me here, okay? You wait. You wait. No, 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 no. That's it. Give me blues, yeah. I'm bad blues. I can see that. Your money. Let's go! Go! Ja, ze is wel bij kennis, maar volgens mij is ze zwaar gewond. Nee, maar... Oké, okay, moment. Charlie? Charlie? Charlie, hoor je me? Charlie? Charlie, hoor je me? Hallo, lieverd, waar ben je? Ik ben gevallen. Oké, en waar? Ik weet het niet. Ik moet het weten, want dan kan ik naar je toe komen. Luister, ik kom er niet achter waar ze is, want ze weet het zelf niet. Nee, maar ze heeft hulp nodig. Oké. Zeg maar wat je ziet. Maakt niet uit wat. Huizen? Zie je huizen? Of bomen? Of water? Mama. Lieverd, wat zie je? Dijk.
ligt ergens in het gras aan de dijk. Ik weet niet, volgens mij is het buiten de stad. Ik hoor ook verder helemaal niemand. Er is niemand bij. Ik hoor niet eens verkeer. Ja, maar... Oké. Okay. Ja, doe ik. Charlie? Mama? Liefie, luister. Het komt allemaal goed. Nee, we komen zo snel mogelijk naar je toe. Moet je even goed naar me luisteren. Je moet wakker blijven. Begrijp je? Je moet je heel goed concentreren op wat ik zeg. Je hoeft zelf helemaal niks te zeggen als je maar naar mij luistert. Oké? Okay? Goed, ik heb 112 aan de telefoon en ze komen zo snel mogelijk naar je toe. Kom, dat gaat echt heel snel, want je hebt ook je telefoon bij je. Hè? Of er komt iemand anders langs. Misschien wel iemand in de auto of iemand op de fiets. Luister, liefie. Ben je nog wakker? Goed zo. We komen zo snel mogelijk naar je toe.